please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Waarom heb ik de missies? Of waarom heb ik hier zo geen missies op mijn kaart? Dat komt omdat ik had gisteren een hele leuke video opgenomen met missies. Maar dat ik gewoon alle missies had gedaan die ik nog moest doen. En toen is het spel corrupt geraakt. En toen corrupt mijn video ook. En toen was het over. Ik had jullie op Instagram gevraagd. En ik ben trouwens ook live op Instagram nu op het moment. Ik had op Instagram gevraagd welk setje en welk paard en zo wat ik moest gaan doen. Nou ja, missies kan ik dus nu niet doen. Maar ik kan wel. Als jullie dat leuk vinden. Kijk naar mijn starcoins. Woep woep. Of zou ik daar nog mee wachten? Nee, ik wacht me met de Jurvik Pony komen. Komen. Heel mooi in Nederland. Kopen. Ik wil hem wel heel graag. Maar volgens mij heb ik jullie de Jurvik Pony nog niet eens laten zien. Gewoon puur omdat, ja. Oh god, deze race is best wel moeilijk. Gewoon puur omdat toen had ik dat opgenomen. Maar toen viel die ook uit of zo. Ik weet niet, daar was dat ook wat mee. Maar dan gaan we zo even naar de Jurvik Pony toe en dan kunnen jullie hem zien. En dan mogen jullie van mij beslissen welke van de allemaal ik moet nemen. Dat had ik kunnen weten. Dat het niet werkte. En dan mogen jullie. Oh, dat was echt een heel gaaf beeld. Gewoon die benen die door de lucht vliegen, zeg maar. Maar dan mogen van jullie van mij kiezen welke Jurvik Pony ik moet nemen. Ik probeer het zo goed mogelijk te filmen op Instagram. Maar omdat ik ook aan het racen ben, is dat soms wel even wat moeilijker. Maar ik hoop dat het aardig lukt. Want ik ga zelf zomaar niet op Instagram meekijken. Want dan weet ik helemaal niet waar ik heen moet. En zo. Dus ja. En ik ken het raceparcours op zich wel. We zijn in Veldo. Maar dat hadden jullie al lang gezien. Want jullie hebben. Dus degene die Star Stable hebben hadden het waarschijnlijk al. Die hadden het sowieso al lang gezien. Maar de rest denk ik ook wel. Want ja. Als je video's kijkt. Kijk je niet alleen van mij. Want dan ben je. Oh. Ja, dat is ook nieuw of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ze hebben nu een boek. En oh, paard. En daar kwam ik dus achter. En daar kan je dan zomaar dat soort reputatiedingen halen. Kijk, hier wist ik niet waar ik heen moest. Dan ben ik echt gewoon zo. Oké, nu moet ik die kant op. Oh ja, dit. Dan moet je hier overheen. En dan kijkt niemand meer naar mijn live uitzending. Wat leuk. Maar dan leg ik hem gewoon even weg. Ja, wel goed. Ik was even niet meer aan het opletten zoals ik net ook al niet was. Nou jongens, dit wordt wel een persoonlijk record. Want ik heb deze race nog niet gedaan. Na die update dat alles reset is. Nou, dit, als ik een persoonlijk record wil halen, kan dat sowieso. Want alles gaat fout. Oh, cups. Ik zei cups. Niet het andere woord. Nee. Oké. Paard, kom op. Spring. Goed zo. En ren nu maar even daarheen. Ik wil hem niet falen. Daar heb ik echt geen zin in. Doe het, doe het. Kijk, hiervoor kan je binnendoor. Oh, ik had hem nog goed binnendoor gereden ook. Dat had niet heel veel zin, want ja, ik had toch wel geen persoonlijk... Ja, wel persoonlijk record, maar niet... Ja, je snapt wat ik bedoel. Ik was niet sneller dan de laatste keer dat ik dit ding had gereden. Want toen... De laatste keer dat ik dit ding had gereden, had ik steeds alles foutloos. Alleen toen nam ik die binnendoor echt niet. Tijd nodig voor brons, 2 minuten 20. Ik heb er gewoon 2 minuten 36 over gedaan, jongens. Erg. Ik heb nou mij of is haar houding anders? Zat ze altijd al met die knikkende elleboog? Valt me nu pas op. Nee toch, ze had toch altijd gewoon, zeg maar... Iets meer gestrekte armen dan dit. Of ben ik nou gek? Ligt het nou aan mij? Oh, ze doet ook gewoon helemaal niks, hè, tijdens de PF. Ze doet evenveel in stap. Als paard. Als tijdens Piaf. Kijk maar.
Zou je volgens mij juist tijdens de piaf mooi moet zitten, maar oké. Okay. Ja, we moeten dus. We hebben eigenlijk niet over keuze trainen en missies, want ik heb geen missies. Stom, maar ja. Dus zover ik weet heb ik geen missies. Nope. Heb ik wel. Oké, wacht. Ik ben volgens mij echt lang niet. Oh, wacht, staat die hier. Ik ben nog lang niet klaar bij stellen. Dingetje in dingetje. Mijn reputatie bij stellen, wacht in. Of ik. Dingetje. Sorry dat ik zelf een dingetje zeg, maar. Oeh, grap. Daarlijm, Jovic Stad, Jovic Paarden. Oh, Jovic Rangers, bestel. Stad, Kaltre. Moreland, New Quest, Jovic City, Silver Kleder. Shadowhoof. Met dit visclub, Spirit, de Stoneground Expeditie, bescherm van ID, misschien. Vildeel, Wolf Hall 1. Dat was het. Ik kan het niet vinden. Traditionele onder. Hè, maar. Oké. Okay. Spirit bewondert. Spirit voelt zich thuis op open uitgestrekte vlakte. Vlakte. Ze zeggen dat niemand hem ooit heeft kunnen temmen, maar dat hij bij mensen blijft bij wie hij bevriend raakt. Dat vind ik echt serieus een mooie tekst. Mooi uitgekozen, Star Stable. Maar daar gaat het niet om. Ik wou het eigenlijk over dit boek gaan hebben. Maar toen raakte ik afgeleid. Wacht even. Kijk, hier heb je dus allemaal dus die sterren. Hier heb je de mensen. Ah, dit is Anne. Jo, we gaan. Laten we dit gaan. Waarom zeg ik Jo? Maar hé, laten we dit gaan lezen. In Disconcorde. Inmiddels hebben we die wel gezien, maar oké. Okay. Wie de hek staat. Oh. Ja, snap ik. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen over dat boek is, hier heb je allemaal personen, hier heb je de sterren, en hier zo heb je dit. Ja. En zo heb je dit, Air Race, Voltooi Races, 8 van de 20, en controle alsjeblieft, dat is stemp controlepunten af in oriëntatie races. En dan moet ik 15 controlepunten afstempelen. Maar dat gaan ze verduren. En de gang een per controle met af en normale wedstrijden. Dat is niet zo moeilijk. We hebben medailles. 4 van de 10. En bedoelen ze dan medailles? In de zin van die dingen? Of bedoelen ze dan. Oh, maar waarschijnlijk bedoelen ze dan medailles, maar deze. Denk ik. Maar dat kunnen we wel doen. Want ik denk dat wij overal wel medailles kunnen halen als we echt ons best doen. En dan heb ik geen medaille, maar ik deed ook niet echt mijn best. Ik ben nog steeds live op Instagram, maar. Oh, ja, wacht hier. Oh, paard. Stop. Die kan op. Paard loopt door. Sorry als jullie nu een beetje geruis horen. Maar ik had mijn headset afgezet, want mijn haar zit in de weg. Het zit echt niet mee vandaag. Hè? Oh, er zit nog mijn haar. Prutte mijn haar. Ik weet niet wat het is, maar. Kapot, mijn haar. Lijkt op iets van stro of zo. Waar is dat controlepunt ding? Ga echt niet goed vandaag. Kom op, zeg. Ik heb gewoon geen oriëntatie in de bosjes, oké? Meestal zijn die dingen toen niet heel moeilijk. Het gaat echt niet goed, jongens. Oh, daar. Serieus? Ja, dat bedoel ik dus. Het gaat echt niet goed vandaag.
Oh my god. Er zijn sowieso mensen die nu al gefinished waren. Maar het is ook zeg maar per dag. Want per dag heb je op, zeg maar, heb je op andere plekken controlepunten. En er kijkt één iemand. Hallo. Ik weet niet wie. Maar ik ben straks even aan het doen. Oh, paard. Werk gewoon eens eventjes mee. Zie je, ik ga weer mijn mobiel erbij pakken en ik knal meteen overal tegenaan en ik ga overal de verkeerde kant op. Jongens, help, waarom kan ik dit? Waarom kan ik dit ineens niet meer zet? Wow, hoorde je dat? Nee, joh. Oké, we gaan nu gerustig zoeken, want net ging dat helemaal fout. Ik denk dat hij hier achter is. Want Starstable is wel zo'n persoon die aan... Oh, ze is hier zo. Ja, oké. Gevonden. Oh, jongens, kijk hoe lang we al bezig zijn. Laura heeft gezegd, hey. Nou, Laura, hi. Dit gaat zo fout. Waarschijnlijk ga ik er overal tegenaan knallen. Ik kan nu even niet reageren. Want, ja, niet typend reageren. Zeg maar. Want ja. Oh, oh, cups. Sorry, paard. Ga mijn paard niet lopen aaien. Dat vind ik altijd irritant. Paard, stel niet aan. Neem me. Nou, kijk maar jongens. We zijn nu... Waarom wil je daar niet rechtdoor? Verslaat het op. Ik heb geen enkel... Ja, ik heb wel mijn nummer. En wij willen de... Oh, die kant heel op. Oké. En wij willen dus... Of ja, ik wil dus medailles gaan halen. Kijk hoe lang ik al bezig ben. Ik hou geen brons, geen zilver, geen goud, niet eens brons. Nee, paard, dat wil je best op. Jemig. Dat vind ik het irritant aan Starstable, zeg maar. Als er iets is gebeurd, als je paard heeft gestijgerd of zo, dan gaat hij eerst heel lang stilstaan, niks doen. En vervolgens kan je pas weer verder. Oké, in het echt dan kan je ook niet met zijn... Oh, sorry jongens. Ja, nee joh. Moet ik wel eens weer de controlepunt vinden. Hier bovenop? Nope. Het is wel echt hier beneden. Ja, daar. Als ik er nu voorbij rijd, hè, dan word ik echt boos. Goed zo, spel. Nu moet ik weer terug naar de finish. Kijk dan, we zijn al... Hij is nu terug naar de finish. Kijk dan, we zijn gewoon zo lang al bezig. Of ik ben gewoon zo al lang al bezig. Hey! Paard. Jongens, dit wordt hem echt niet. Waarom kan ik dit niet? Mensen kijken mee. Ja, iets dichtbij gefilmd, hè? Sorry. Fortnite in paardenversie. Nou, het is wel iets anders dan Fortnite. Je hoeft niet tegen mensen te vechten. Ik kan dit echt niet. Ja, ik kan het wel, maar niet met een mobiel in mijn hand. Tja. Nou, we zijn al 4 minuten 25 bezig en normaal gezien. Rond ik dit soort races af in 2 minuten. Ongeveer. Dat is echt erg. Ik eerst van, oh oké. Ho, stop paard. Normaal. Nou, eigenlijk deed ik daar zelf. Ik liet mezelf tegen de ding aanrijden. Maar, hekje. Whoopsie. Dus normaal doe ik dit in 2 minuten. En nu heb ik er 5 minuten over gedaan. Bijna, kijk maar. 56. Ja, zet je tanden. Ja, dat gaat moeilijk worden. Want ik heb hier niet waar ik hem op kan zetten en waar hij dan blijft staan. Dus dat is een beetje het punt. Maar. Kom maar even kijken. Kijk of ik iets kan vinden. Als je het zo. Zie je het niet heel goed. Ja, hoe gaan we dit doen? Eigenlijk zou ik hem dan achter me neer moeten zetten. Dat je maar zo kijkt of zo. Maar dat is... Beetje... moeilijk. Ik heb wel een idee. Als het even meewerkt. Die is de kant.
Die is toe aan de kant. Kan ik opschuiven. Pak de krabpijl van mijn kat erbij. En dan zet ik daar weer een doosje op. Nou. Nee, dat is nog steeds niet fijn. Meekijken, wacht, hij moet... En dichterbij en hoger. Oké, wauw. Ik zit helemaal moeite te doen. Oh, boom. Dat bedoel ik. Ja. Oh, sorry jongens. Dat was mijn hand die ervoor zat. Maar anders dan wordt het hem niet. Kijk, dit is gewoon een mooi beeld. Maar... Ik kom nooit zo hoog met... Dit kan wel, maar dan moet ik iets hebben waar het tegenaan kan leunen. Wacht, idee. Okay, ik heb een idee. Misschien werkt het. Als het werkt, vind ik het echt geniaal. Nee. Leuk geprobeerd, maar het werkte niet. Ondertussen kijkt ook helemaal niemand. Sorry jongens, voor degene die nu mijn video aan het kijken zijn. Je kan het wel even doorspuren. Spuren. Ik kan het wel even doorspoelen. Ik zet de beschrijving wel even neer. Wanneer ik hem neer heb gezet, zeg maar. Kan die tussen de niet-machine? Nou, oké. Het is niet de beste oplossing. Maar hij staat. Jullie kunnen het redelijk zien. Nou, oké, jongens. We gaan hem nu opnieuw doen. Want ik weet gewoon dat ik het 10 keer sneller kan. En jullie ook. Degene die kijken. Zeg maar. Oké, paard, let's go. Dan moeten we ook wel laten zien dat we het echt sneller kunnen. Anders dan ben ik echt... Het is mijn missie echt gefaald. Controlepunt 1. Volgens mij heb je nu niet meer zo'n ranglijst. Ofwel, nee, ik weet niet. Jullie kunnen het op zich nu wel redelijk mooi zien. Ik zit nu precies 1 over een half minuut. Er is het controlepunt. Helemaal aan de andere kant zeker. Ja. Dat was een beetje dom. Nou, ik zit nu bijna op 1 minuut. Die andere is hier niet heel ver vandaan. Dus ja, waar ben ik? Oh, daar lag een boomstam. Ja, daar kan ik ook niet zien in de bosjes. Star, stable. Dat wordt hem ook niet. Nou, nu op naar het laatste controlepunt. In de buurt van een controlepunt, ja, maar... Moeten we daar nog op? Denk ik. Volgens mij zit daar bovenop dat stomme controlepunt. Paard, rijd door! Kijk, dat vind ik zo stom, hè? Dan stopt hij, maar dan kan je daarna wel gewoon weer doorrijden. Omhoog. Oké, ik denk niet dat hij daar zit, want dan... Star Stable, ga niet eerst je paard aaien. Of eigenlijk poppetje. Oh, serieus, zijn dat hier. Ja, poppetje, ga niet eerst je paard aaien en ga gewoon rijden. Nee, dit bedoel ik dus. Ik deed er net 5 minuten over. Het is nu 52. 54, 55. Ik weet niet waarom ik spring, maar ik ben heel bang dat ik niet te erg tegenaan knal. En dat ga ik ook waarschijnlijk wel doen. Ja, oké, ik red het dan misschien niet binnen 2 minuten. Maar wel, zeg maar, niet zo... paard, serieus? Meen je dit? Ik heb zoveel struggles met Star Stable op het moment. Echt waar, het is heel irritant. Er kijkt nog steeds niemand mee. Set. Net keken er wel mensen mee. Dat was wel leuk. Het is leuk als mensen meekijken. 28, 29, 30, 31, 32. Je hebt persoonlijk... Nee, echt? Huh? Serieus? Hoe snel moet je die race rijden? Oké, die zag ik niet aankomen. Echt maar, hoe snel moet je die... Nou ja, het zal wel. We gaan even naar Steve. Gewoon omdat ik er zin in heb. Ja. Nee, nu omdat ik daar zo de race wil doen. En jullie horen een beetje gekras. Als voor degene die ik opneem.
Jullie horen een beetje krassen en dingen. Ik hoop dat jullie dit nog wel een beetje een leuke Let's Play vinden. We gaan deze race doen en daarna gaan we naar de ponies. Ik beloof het. Jullie hebben ze waarschijnlijk al lang gezien. Maar ik ga het jullie beloven. Zo meteen gaan we naar de ponies. Oh ja, en wat ik ook wel even zal doen. Want we hebben nu maar. Ze hebben nu gewoon dan. Ik kom echt niet uit mijn woorden. Ze hebben nu een nieuwe pony in Star Stable Horses gezet. Aan het einde van de video. Laat daar maar even een plaatje van zien. Want ik weet niet hoe je een plaatje in de video kan plakken. Dus ja. Ik heb misschien wel een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Dus ja. Mijn vader heeft een beetje een rare muziek op, vind ik. Oh, hij is gewoon film aan het kijken. En die film heeft een raar muziekje op. Paard! Ik ga morgen mijn verjaardag vieren met de familie. Daar heb ik wel zin in. Nou, paard! Werk nou gewoon mee, sad life. Pony, werk mee. Nou, eigenlijk niet pony. Waarom zeg ik pony? Ik had het over de Jorvik ponies, maar er is er nu ook een in Star Stable Horses. Die laat ik dus even aan het einde van de video zeker een plaatje van in. Maar ja. Ik ga dus zo meteen naar de ponies toe. En dan mogen jullie bepalen welke pony ik ga kopen. Dat had ik al eerder gezegd. Serieus, ik ben vandaag echt freaking slecht. Zelfs bij de race van Steve heb ik nog niet eens brons. Ik had er ook echt lang over gedaan trouwens. Ik weet niet of dat goed Nederlands is. Alle eekhoorntjes komen boven water. Nee, komen boven de grond. Stop! Halt u. Oké, weet je, we gaan nog één race doen. En waarom? Waarom gaan we die race doen? Omdat mijn paard een level 12 is. En daar heb ik zin in. Maar ik vind het leuk als mijn paard een level hoger is. Gaan we die race doen? En dan gaan we echt naar de pony zoeken, dus ik beloof het jullie. I promise you. Trouwens, als ik zeg maar wat ik net zei, dat had ik tegen mijn livestreamers. Over dat telefoon neerzetten en zo en proberen. Ik neem aan dat jullie dat door hadden. Ik kom echt niet aan mijn woorden. Ik wou bijna zeggen. Ik nam aan dat jullie dat door hebben. Of zoiets wil ik zeggen. Ik nam aan dat jullie dat doornemen. Ja. Of zoiets was het. Ik wou zeggen, ik neem aan dat jullie dat door hadden. Of zo. Het maakt ook niet uit. Laten we het erop houden dat ik gewoon niet uit mijn woorden kom vandaag. Oké, laten we het daarop houden. Dat vind ik leuk. Ik zit net op allerlei knopjes tegelijk. Oh, wacht, paard. Ik zag iets te laat dat hij aan het draven was en niet meer aan het galopperen was. Dit bedoel ik, het gaat nu alweer fout. Ik ga zo echt stoppen met racen, jongens. Want ik kan vandaag echt geen Star Stable. Alles gaat fout. Verdomme. Ik haal nu sowieso geen medaille meer. Daar kan ik je nu al wel zeggen. Wow. Gaan we hier tussendoor. Ja, ja. Wow, wow, wow. Wauw, wow. Yeah. Wonder boven wonder, is dat nog goed gegaan? Ik weet toch hoe ik deze video ga noemen. Zeg maar. Ja, zie je? Wauw. En ik heb hier gewoon verdomme goud gehaald. Ik weet niet wat mijn highscore is, maar. Nee, oké, we gaan nog een race rijden. Ik wil gewoon dat hij daar vertelt. We kunnen ook naar Fort Pinta gaan en daar dan het race rijden. Weet ik niet.
Ik ga wel gewoon even pinten, want waarschijnlijk worden jullie helemaal gek van mij als ik nu nog een reetje ga rijden. Waarschijnlijk worden jullie sowieso gek van mij dat ik mijn paard ook niet dood laat vallen. Paard, kom. Serieus, waarom? Star Stable. Wacht, we gaan dat wel nog een keer doen, want ik weet gewoon dat het kan. Ik weet dat je met je paard er naar beneden kan. Waarom moet mijn paard daar nou per se stijgen? Waarom kan hij daar niet gewoon naar beneden? Nou, dat is mooi. Hup. Zie je, kan prima. Alleen mijn Star Stable is gewoon eigenwijs. Stiekem is dat een gewoon stiekem. Star Stable me gewoon het lastig vallen met dit soort dingen. Dat ik hier denk, ja, ik maak je even een cool beeld van dat ik er doorheen cross. Maar nee hoor, Star Stable die verpest het weer. Nee, geintje jongens. Dat zo denk ik niet over het spel. Aardig stiekem op het moment wel. Van kom op, zeg. Spel werk gewoon even mee. Ik ga nu waarschijnlijk... Serieus. Ik heb echt geen... Ik wil zeggen, ik heb echt geen spraakgebrek. Maar ik heb echt alleen maar spraakgebrekken. Ik wil daar doorheen. Dat is leuker. Ik ben eigenwijs, jongens. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Oké, dan gaan we er maar niet doorheen, hè. Als het spel het niet toelaat, gaan we er maar niet doorheen. Hoe hoog is dat toch niet? Nee, dat valt best mee. Nou ja, het zal me wel. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in aankomende update komt. Ik hoop dat we in aankomende update Anne gaan redden, maar ik heb echt zo'n voorgevoel dat er weer... Dat we nu weer helemaal klaar zijn met die missies, omdat Star Stable niet alle missies wil uitgeven. Omdat als ze nu ineens Anne gaan redden, ze geen story quest meer hebben. Maar dan kunnen ze toch gewoon wat nieuws bedenken, of niet? Laat dan niet Alex naar me dan weer gaan. Dat zou heel stom zijn, maar... laat dan gebeuren dat de wereld bijna te onder gaat of zo. Oh, dat we dan weer echt helemaal... Of dat de soulwaarders zijn ontvoerd of zo. Dat zou heel gaaf zijn. En dat we dan één voor één... Dat ze ons dan één voor één proberen uitschakelen. En dat wij op een gegeven moment dan de enige zijn... Oké. Mijn gedachte draait een beetje door. Maar dat wij dan bijvoorbeeld de enige zijn... De enige zijn... Zeg maar de enige als starrider... soulrider zijn. Ik zet het niet aan mijn woorden van. Die overblijft. Soulrider zijn die over... Dat wij de enige... Ja, dat is wel. En dat wij dan zeg maar hun moeten allemaal moeten bevrijden. Ik vond de afgelopen missies wel leuker. Even aan het springen. Ja, trouwens. Pony race kan je nu ook met andere paarden rijden. Dat kon eerst niet, maar dat heb ik me laten vertellen. Of eigenlijk heb ik dat gezien. Daar gaan we eerst even naar die ponyrace toe. Daar konden we eigenlijk hier beter meteen naar beneden gaan, maar... Hè? Nou, paardrijden. Blup, 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 blup. Kijk, we gaan even naar die ponyrace toe. Sowieso kan je met de dingen niet die ponyrace rijden. Dat is ook niet van Star Stable te verwachten. Want het is nog steeds wel een ponyrace. Maar je kan hem volgens mij met de gewone pony. De Welsh pony. Koenemara en nog wat rijden. Oké. Rijd naar de finish. Ja, zie je. Dit kan niet. Maar even kijken. Hier is een informatiebord. Paard, stop. Oh, nee, we lopen zo let... Oh. Ja, je kan nu gewoon zo naar huis rijden. Wat zou er gebeuren als je nu op een pony klikt? Dat gaan we zo proberen. Oké. De Jurvik Ponyvereniging organiseert vol trots geweldige ponyrace. We houden van alle rassen, maar deze wedstrijd is exclusief voor ponies. Dit leuke parcours en de hindernissen zijn speciaal geoptimaliseerd voor de kortste beentje. Ponybenen. Dit zijn de rassen die kunnen meedoen. Cinque de Prepra, Colmara, Welsh Pony, Jurvik Pony, Jurvik Start Pony. Heet dat nu de Jurvik Start Pony? Oké, maar we gaan nu even naar die andere ponies toe. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als je dan... Gaan we dat Star Stable hacken eigenlijk? Ik heb echt geen idee, jongens. Het zal wat zijn als we dan deze gratis een pony kunnen kopen. Maar deze is eigenlijk niet hacken, dan is het meer gewoon glitchen. Want ja,
Ik ga er trouwens niet vanuit. Oh. Ik kan dit al helemaal niet. Kijk, ik kon er vandaag al niet normaal Star Stable spelen. Ik heb ook geen idee waar ik heen rijd. Dus dan kan ik dit al helemaal niet. Ik ga deze video gewoon serieus noemen. Een lol met je knol aflevering en spraakgebrek. Een lol met je knol aflevering plus spraakgebrekken. Of zo. Iets in die richting. Ren paard, ren. Oké, hier kan je normaal op oké klikken. Oh nee, maar dit kan je niet bewegen. Dus ik hoop, jawel, maar dat kan wel. Dan moet je gewoon zeg maar zo naast de pony gaan staan. Hier aan de zijkant of zo, of daaronder. Dan klik op de pony. Wacht, kijken of we dit gaan kunnen. Waarschijnlijk niet, maar... Nee, zie je? Oh! Nou, ik vind ons nog niet, ik vind het nog niet verkeerd. We zijn wel ingeparkeerd. Nu moeten we eigenlijk alleen nog doorheen springen. Oké, jongens. Let's go. Ja, gelukt. Normaal doe je daar echt gewoon niet lang over. Oh, bijna. Dan, denk ik. Ja hoor, dank ik. Ik heb echt... Oh, die was mooi. Oké, dit gaat helemaal fout. Ik hou ze maar zo, zodat ik het van boven kan zien. Oh. Ja. Oh, dit is ook wel handig. Nu kan je de hoefjes van je paard zien. Dan kan je zien waar die oploopt. Oké. Kijken. Oh. Kijken. Wat heb ik gedaan? Wat gebeurt er als we nu de paardentaxi gaan bellen? Wat gebeurt er dan? Kunnen we dan weer op oké klikken of zo? Ik ga er wel de trailer nemen naar Pinter, maar... Oké, dan klikken we op oké en dan is het beeldscherm weg. Oké. Sad life. Dat vind ik wel heel jammer. Anders kon je gewoon even gratis zo'n pony kopen of zo. Dat zou wel cool zijn. Oh! Ik ren er weer voorbij, hoor. Is nog steeds niemand naar mijn live video aan het kijken? Dat vind ik niet kunnen. Vind ik niet kunnen. Ik kan wel kijken. Oh, oh, paard, hoe, stap, hoe, halt, nu, stop. Ik ga deze live video even stoppen. En dan ga ik hem daarna weer opnieuw doen, zeg maar. Tja. Ondertussen ga ik wel even naar Fort Pinta. Dit. Jongens, ik ben weer live. Ik ben aan, voor degene die zo meteen gaat kijken, ik ben aan het opnemen. Ik ben opnieuw live gegaan, omdat er niemand meer ging kijken. En ja, we vinden de meeste kindjes me waarschijnlijk echt heel irritant. Van, waarom ga je weer opnieuw live? Maar ja, maakt niet heel veel uit. Woehoe, ho, paard, dalt, stop, u. Ja, goed zo. Ik ga nu dus naar de nieuwe pony's toe. Oh, verkeerde. Sorry. Ik ga nu dus naar de... Oh my god. Jongens, ik en Star Stable gaat vandaag echt niet samen. Voor degene die mijn video kijkt. Die weet dat. Die weet wat ik bedoel. Ja. Oh ja. We kunnen het er wel over naar het Jurgen Winkelcentrum gaan. Ik ga niks kopen. Heb ik het geld niet voor? Ja, wel, de Star Wars, maar niet het geld. Nou, oké, dit is hem. Dit is nummer 1. Dit is de bruine, cutie. Ik vind de bruine op zich best wel mooi.
Maar, ik weet niet. Dit is de witte. Die vind ik ook wel heel schattig. Maar ik weet niet. Wauw. En deze vind ik denk ik het leukst. Ik weet niet, ik heb nu bij elke pony. Maar is zo'n eigenwijs kopje of zo. Zo'n leuke eigenwijs vacht. En dan laat ik zo meteen even nummer 4 zien. Als ik de video heb afgesloten. En dan ga ik de video nu afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik doei!